Ik ben Lisbeth. En ik ben Hannes. En wij hebben al 11 jaar samen Café de Draak. Ja. Ah, ik ben homo. En ik val op vrouw. Ah, ja. Ja. Dus wij zijn ook geen koppel. Ja. Een icoon, het Rode Huis, is er ooit begonnen. En wij hebben een verderzetting gedaan van de zaak die dat dan begonnen is met de vrijwilligers. En ik denk dat we dat wel mooi hebben verder opgebouwd met onze visie. Om er een plek te maken voor iedereen, waar iedereen respect heeft voor de persoon waar hij naast gaat zitten. Iedereen welkom is. Ons allerbelangrijkste kenmerken zijn. En of dat nu iconisch is, zou ik zelf niet durven zeggen. Maar wij zijn wel heel blij met het resultaat. Ja. En de mooie momenten dat daar gecreëerd worden. Op donderdag zit ook het onthaal van het Rode Huis bij ons bijvoorbeeld. En je ziet soms mensen binnenkomen die een verhaal hebben en die daar op gesprek komen om een beetje hulp te zoeken. Ik denk dat wij altijd ons best doen om die mensen ook wel mee op te vangen of er toch een beetje een gesprek mee aan te gaan of die te kunnen helpen in contact leggen met andere mensen. Maar gewoon dat je wel vaak wordt geconfronteerd met het feit dat dat niet voor iedereen, de weg dat wij hebben afgelegd, dat die nog moet beginnen voor andere mensen. En dat wel, als wij daar een beetje kunnen bijdragen, dat ook wel heel fijn is. Ik denk dat dat sowieso ook belangrijk wel is dat er plaatsen zijn zoals ons café, ook die wel specifiek zeggen van zie, iedereen is hier welkom, ongeacht wie dat je bent, op wie dat je verliefd wordt, hoe dat je voelt, welke kleur dat je hebt of draagt. Maar dat daarnaast ook wel gewoon een plek is waar iedereen samen kan komen. Dat de drempel gewoon heel laag is. En onze dromen zijn? Liefde. Vooral veel liefde. Iedereen moet lief zijn voor elkaar in de toekomst. Ik denk dat wij dus voor de draak specifiek echt dat het al onze grootste dromen overstegen heeft. Dus als dat op die manier kan blijven verder evolueren en dat dat respect alleen maar groeit binnen onze zaak, dan zijn wij de gelukkigste mensen die dat er rondlopen. En dat we wel puntjes verkopen natuurlijk, maar we komen moet er ook zijn.